Het is begonnen toen, in een half jaar tijd of zo, ging ik eerst naar een tentoonstelling in Taipei. En vlak daarachteraan naar Cairo. En toen naar New York. En toen naar Berlijn. Ja, ik weet niet, dat was gewoon een half jaar ook dat je natuurlijk al die grote verschillen ziet. Dat was voor mij fantastisch, een soort eye-opener. En ik had zoveel foto's, die ben ik allemaal op een rij gaan zetten in de computer en ben daarmee gaan photoshoppen. Dat begon toen net, en collages gaan zitten maken. En dat, langzaam ging dat naar iets toe wat ik nog niet kende. Ik woonde in Amsterdam, weet je, in zo'n klein huisje. En die zijn heel gehoorig en ik vond het heel raar dat je buren wel hoort, maar ik zou ze op straat niet herkennen. En toen begon ik me ook een aantal dingen afvragen, zeg maar, van wat is dat dan? Die mensen in doosjes boven elkaar wonen en die levens raken elkaar niet aan. Het waren gewoon een soort vragen die ik me aan het stellen was en daar ondertussen over aan het schilderen was. Thank you.
sta nu op het dak van mijn atelier. Dat is wel gek. Het is het hele terrein hier eromheen. Dat is allemaal Stasi-gebied. Je ziet daar een gedeelte van de gevangenis. Dat was de grootste onderzoeksgevangenis van Duitsland. Ja, al die bekende dissidenten en zo hebben daar ook gezeten. Bierman en zo. En dit gedeelte waar we op staan, op het dak staan, dat was een spionage. Werd een spionagemateriaal gemaakt. Afluisterapparatuur en die rare fotografie dingen. Dat gebouw, daar lagen alle files opgeslagen van de nazi's. Dat is waar West-Duitsland ook heel graag inzage in zou willen hebben toen der tijd. Dat is een unieke plek. Dat vind je nergens dit. Ik wil het ook heel langzaam onderzoeken of zo. Weet je, ik wil niet gelijk allerlei boeken erover ophalen, maar ik wil eerst zelf gewoon kijken. En een beetje onbevangen blik er naar kijken. En dan maak ik gewoon iedere keer wat van kleine zwart-wit schetsjes op papier ervan. En ik denk dat het een aantal hoofdstukken gaan worden of zo. Een paar blokken van de omgeving en dan langzaam naar binnen. En dan wil ik eens kijken of ik met dat gevoel of die gedachte nog weer eens later aan de slag te gaan. Het is volledig bizar. Je hebt die kleine villaatjes. Nou ja, dat moeten absoluut gewoon Stasi-mensen geweest zijn die daar wonen natuurlijk. En recht tegen de gevangenis aan. Dus je ziet echt die wachttoren en de muur van de gevangenis. En dan achterin Ikea. Dat is wel weer mooi. Waar ik wel vrolijk van. Ik dacht eerst toen ik hier aankwam zo met het atelier van, dit is fantastisch. Maar voordat je het weet wordt het ook een soort van, een romantisch raar verhaal. Of het is te makkelijk. Daarom ben ik langzaam die gewoon serietjes van die zwart-wit dingetjes aan het maken. Meestal kan ik daarmee mijn gedachten op een rij zetten. En dan zie ik langzaam van, wacht, dat kan ik eruit pikken of dat. En daar maak ik grotere doeken van.
Ja, hier verdween je gewoon, joh. Ik geloof dat ze daarachter of zo ook weer van die barakken hadden waar mensen te werk gesteld werden en zo. Maar ik vrees dat je hier helemaal gek gedrild en gemarteld wordt natuurlijk. Net zolang totdat je alles vertelt wat je weet. Maar dat is ook echt de reden, weet je, dat ik er nog niet in wil. Dat ik nog niet alles wil weten. Want ik wil het eerst gewoon maar over me heen laten komen. En voelen en zien en wat kijken. Wat zelf een verhaal bij voelen eerst. Op de een of andere manier blijf je dan nog objectief misschien of zo, weet je. Omdat je niet een direct... Dus de lulligheid en de contrast is zo immens groot. Het licht staat mooi ook. Ja. Het is echt zo, daar is het licht en daar is het donker. Godverdamme. Het is zo'n unieke plek, zo'n vreemde plek. Dus ja, je wil dat toch begrijpen of zien. Nou, ik weet niet of het echt begrijpen is, maar... Mm-hmm.